Ja, we zijn live. Het is echt ongelooflijk. Welkom hier bij de Amsterdam Security Vincent. Je bent hier. Je gaat vandaag wat voor ons betekenen. Wat ga je hier doen vandaag? Ja, Peter, ik kijk mijn ogen uit hier op deze beurs. PG Security. A, de achtergrond van jouw bedrijf. En dat je nu de grootste distributeur bent in de Benelux van security. Maar dat jij ook gewoon een aantal merken 20 jaar geleden hebt uitgeroepen. Een Tsjech bedrijf, wat nu echt gigantisch groot is op het gebied van home security, autobeveiliging. Nou, daar ga ik in ieder geval even over praten. B, dan natuurlijk vind ik heel interessant, Hikvision. Een bedrijf wat jij gewoon 10 jaar geleden opgepikt hebt in China. En nu de allergrootste leverancier is van allerlei alarmsystemen op het gebied van deur, video, etc. Dat vind ik heel interessant. Dus daar gaan we over praten. We gaan natuurlijk over praten over waarom security belangrijk is. Wat er allemaal gehackt wordt op dit ogenblik. Nou, alles gaat goed met misdaad. Alle moorden gaan omlaag, alle inbraken gaan omlaag, alle gewapende overvallen. Behalve cybersecurity, dat groeit met tientallen, zo niet honderden percentages zeg maar, per jaar. Nou, daar gaan we het in ieder geval over hebben. En dan ga ik ook een beetje vergelijken wat er in andere industrieën gebeurt. Bijvoorbeeld mijn Tesla, die is ook connected met internet. En steeds meer auto's, steeds meer Internet of Things worden connected. Hoe ga je dan om met security? Nou, daar zitten al die branches mee te klooien en jullie hebben daarop voorop gelopen. En het aardige is dat je nu net distributeur bent geworden van een bedrijf, van Eagle Eye, ja. Die helemaal in de cloud is geboren en ook de security helemaal heeft ingebouwd. En eigenlijk gemaakt is voor een branche waarbij de installateurs nou niet direct gewoon de slimste IT'ers zijn. Die echt gewoon helemaal gewend zijn aan security, maar ICT en het configureren daarvan is een gedoe. Nou, dat is voor iedereen een gedoe. Alle bedrijven zijn zo lek als een zeef. Er zijn maar twee soorten bedrijven. Bedrijven die gehackt zijn of bedrijven die gehackt gaan worden. Nou, daar gaan we ook over praten. Zometeen, zeg maar, hier in het innovatielab. En we gaan straks ook bij het seminar erover praten. En we kunnen het ook voor de camera zo meteen eens kunnen doen. Dan kunnen mensen in Facebook even meekijken. Dus genoeg om over te praten. Dit is Amsterdam. De RAI die loopt op het ogenblik helemaal rond met mensen die gaan zorgen dat wij alle mooie digitale hulpmiddelen hebben. Makkelijk kunnen leven en dat op een veilige manier kunnen doen. En jouw bedrijf staat er centraal. Het is niet te geloven. Nou mensen, u heeft het allemaal gehoord wat we vandaag allemaal gaan bepraten. Mede door Vincent. En we gaan eens even een rondje maken hier door onze stand. En Vincent, waar zullen we eens naartoe gaan? Want ik zie daar. Laten we even hier achterom gaan, want daar is het begonnen volgens mij. Daar, ja. Ja, dan moet je, we gaan hier achterom begonnen. Peter heeft een bedrijf uit Tsjechië opgepakt. Hoeveel jaar geleden? Ja, dat is 20 jaar geleden geweest, Vincent. Nou, vertel even terwijl zij dat doen. Nou ja, 20 jaar geleden had ik de stoute schoenen om de beveiliging in te stappen. 20 jaar geleden ben ik in Tsjechië beland. In het plaatsje Jablonec. Jablonec. Nou. En dat vind ik zo leuk, want jij was, nou, 20 jaar geleden ging eigenlijk Europa open. Hè? Dus waren al die landen, zeg maar, in Oost-Europa, daar zitten ongelooflijk slimme mensen, slimme ingenieurs, goede mensen die fabricatie konden doen. En jij bent daarmee begonnen in Nederland om dat voor de Benelux te distribueren. En ben je nu een van de grotere distributeurs van Europa voor hen? Ja, dat kun je wel stellen. Wij zetten aardig wat weg in de Benelux. Ja. En we zijn dan ook in de Benelux het vlaggenschip van Jablotron. Nou, laten we even gaan kijken daar. Het is daar begonnen, de achteraan, bij de auto's. Hè. Ze zijn begonnen met slimme autosystemen te maken. Ja gewoon inbraaksysteempjes voor auto's. Daar zijn ze ook dus mee begonnen. En we moeten hier een beetje doorheen lopen, want het is heel erg druk. Het is heel druk. En er zijn nog kaarten beschikbaar. En je komt maar gewoon binnenhuppelen. Hebben we een beetje ruimte? Dan gaan we even naar Vincent toe. En dan willen we graag laten zien waar het allemaal mee is begonnen. Vincent. Ja, ik heb het van Peter gehoord. Van deze systemen, van track and trace van auto's. Daar is dat bedrijf eigenlijk gewoon mee begonnen. Hè? Van eerst autobeveiligingen en track and trace op een slimme manier. En daarna zijn ze naar de home security omgegaan en de bedrijfssecurity. En wat heel belangrijk is in deze industrie is geïntegreerdheid van software. Ja. Als jij gewoon voor de auto's één systeem hebt, voor de huizen iets anders, voor de bedrijven weer iets anders, dan word je helemaal gek en dan word je geen succes. Belangstelling en aandacht en kennis van software is superbelangrijk. Zowel als een distributeur als ook als een eigenaar. En nu hebben ze moeten kijken wat voor leuke systemen ze nu allemaal hebben. Ik vind het echt gewoon, ze hebben gewoon goede software. Dat wordt hier weer getoond van op een leuke manier. Meteen als er een alert is, dat je dan meteen gewoon dat op de schermen ziet. Maar moet je kijken wat een bak met spul. Goede camera's, kost onder de €300 hè, van een buitencamera. Dus het is niet duur, het is goed spul, het werkt allemaal geïntegreerd. Hier is zo'n alarmsysteem, simmetje erin. Ja. Dus ook gewoon, je maakt niet uit of op een gegeven moment de draadjes eruit getrokken worden. De alarmen worden gewoon toegegeven. Allerlei verschillende soorten detectors.
heel goed geïntegreerd en van een Tsjech bedrijf. Ja, en nog gecertificeerd voor de Europese markt. Dus insert, ja. NCP, dus echt voor de professional te installeren. En iedereen heeft er wat aan. Ja, normale mensen kunnen er iets mee. En daar ben jij dan eigenlijk groot mee geworden. En daarna heb je het tweede interessante bedrijf wat Peter heeft. Want eigenlijk als je naar de toekomst van de security branche wil kijken, moet je gewoon Peter volgen. En die zat in China. Nou, dat is hier om de hoek. Dan gaan we daar weer. Dan gaan we naar China. Ga je mee naar China? Vertel even terwijl we erheen lopen. Oh, we lopen die kant op. Ja, China is linksom. Linksom, dat weet je toch wel? Linksom, ja. Vertel even hoe je die mensen hebt ontmoet. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik heb Hikvision heb ik ontmoet hier op de Europese markt met een camera. Ik denk zo. Ik denk dat bedrijf gaat dat helemaal maken. Dat idee dat had ik en dat is eigenlijk ook wel uitgekomen. Maar het was niet makkelijk om met hun 1, 2, 3 zaken te doen. Want ze waren hun distributeurs wel trouw. Ik zeg maar, vind je nou dat je genoeg omzet hebt? Ja, dat kan altijd beter. Ik zeg maar, dan moet je bij mij zijn. Nou, wat was jouw eerste order aan Hikvision? Dat was een ordertje van $200,000. Dat wilden ze. Maar ik ben een winnaar. Ik zei, nou, ik zal je $150,000 geven. En als het daarvoor kan, dan word ik jouw distributeur. Ze zei, nee, dat kan niet. 2 ton. Ik zei, nou, weet je wat? Ik rook. Ik ga een sigaretje roken beneden en ik kom over en we hebben een deal of we hebben geen deal. Maar weet, als je nu nee tegen me zegt, kom ik nooit gaan meer. Wij nooit meer zaken doen. Nee, je weer Amsterdam. Ben je Amsterdammer? Nee, ik ben een Rotterdammer. Een Rotterdammer die doet wel op deze manier zaken. Maar even kijken wat leuke dingen daar. Gigantisch stoere camera's staan daar. Dat ja, dat is een positioneringscamera. Die worden aan grenzen gebruikt, industriegebieden, kerncentrales. Hoe ver kunnen die kijken? Als we naar deze kijken, die kijken ongeveer een kilometer of 10, 12. Ja. Maar aan de andere kant heb ik een Big Mama staan. Een Big Mama. Echt waar, Vincent. Zullen we daar eens naartoe gaan? Dan weet je niet wat je ziet. Dan gaan we zo meteen even naartoe, want dat is inderdaad heel belangrijk. Want dat ding is, hoe ver kan die kijken? 82 kilometer. We gaan hem aan Trump geven. Ken die naar de grens van Mexico? Ik weet niet of die lang genoeg is om daarheen te lopen. Dat zullen we even zien. Op de hoek, bij die Big Mama. We gaan gewoon kijken. Lukt het? En lukt het niet? Ja, lukt het niet. Maar die Hikvision, die was dus ook, toen jij begon, waren ze helemaal niet zo groot. Nee, ze waren, nou ja, ze waren ook niet erg klein, maar ze waren niet zo groot als nu. Want ze zijn nu 6, 7 keer zo groot als dat ze toen waren. Ze zijn nu zelfs nummer 1 in de wereld op het gebied van R&D, ontwikkeling en innovatie, maar ook op het gebied van omzet. Ja, en hoeveel procent van de camera's, zeg even op het, hoeveel procent van de camera's zijn nu zeg maar van Hikvision wereldwijd? Ik denk toch wel een kleine 22-23%. Dus dat is aardig wat. En ze gaan maar door met hun ontwikkelingen. En het leuke wat ik hier vandaag kan laten zien, ik hoop dat de camera zo ver kan komen. Dat is onze Big Mama hier. En Vincent, dit is echt fantastisch. Dat is wel leuk, er zit gewoon een ruitenwisser voor die camera. Dus deze kan 12 kilometer kijken? Nee, 82 kilometer. Maar 82 kilometer, dan kijkt hij voorbij de horizon ongeveer. Dus hij moet een beetje omhoog worden gezet. Kijk, als de Belgen bij ons binnenvallen, hè, die grens is niet zo lang, heb je aan 2 cameraatjes genoeg. Nee, dit is natuurlijk echt dat je grensoverschrijdend wil werken. Ja. Maar we hebben dit hier inderdaad gewoon zo gepositioneerd, dat al onze bezoekers kunnen zien en weten van, hé, dit is een bedrijf met kwaliteit. Ja, en de Chinezen die zijn heel goed om mensen in de gaten te houden. Hè? Dat is echt hun core talent. Dus daar is dit bedrijf ook groot in. Want er werken geloof ik 17.000 mensen, hè, bij dat Hikvision. Het is echt een gigantisch bedrijf. Ja, minimaal 17.000 mensen. Met die Chinezen, nou, daar kun je echt mee kezen. Ja. En ook wat aardig is aan deze, is dat ze allerlei verschillende systemen hebben. Want als we nu even hier omheen lopen, dan zien ze daar een hele bak met verschillende soorten dingen die ze doen. Dus hieromheen. Ja, we komen hier natuurlijk bij de access control, de toegangscontrolesystemen. Ja. En dat is echt mooi. Alles van simpele telecomsysteempjes, gewoon van bellen en zo en dingen, tot en met ook alles met toegangssystemen, met oogcontrole en zo, iriscontrole. Fingerprint, gezichtsherkenning. Ja, hij ken jou natuurlijk niet, dus hij gaat ook helemaal niks doen. Ja, mijn vinger is heel goed, maar ik mag er niet in. Nee, valse vinger zegt hij dan. Maar deze mensen die doen dus zeg maar allerlei soorten security. Dus het zijn heel grote camera's. Ja. En ze zijn ook heel groot in al die access systemen. En ze maken goede software om dat geïntegreerd te doen. Ja, kijk, het mooie van Hikvision is dan dat ze ook zeggen van wij hebben één IVMS.
En op dat ene IVMS, dat is een softwareplatform, daar plaatsen wij een inbraaksysteem in, daar plaatsen wij een intercomsysteem in, daar plaatsen wij een toegangscontrolesysteem en natuurlijk al onze camera's. En dan heb je maar één app, één cloud en met één druk op de knop heb je alles onder controle. Dus een security management systeem. Ja, maar deze mensen zijn vooral eigenlijk gewoon op locatie. Briljant, alle systemen zijn op locatie. Zijn echt niet specialiseerd in de cloud. Dat is nu de grote overgang. Laten we even kijken naar jullie nieuwste aanwinst. Dat Eagle Eye. Dat is hier, moeten we hier omheen, achter die kabel weer terug. Dan gaan we even naar Eagle Eye. Waarom ben je met Eagle Eye? Want je hebt alles al, je kent iedereen al. Waarom ben je dan toch met Eagle Eye als nieuw product begonnen? Kijk, je moet zo zien. Eagle Eye als nieuw product. Het zijn allemaal nieuwigheden en zijn allemaal nieuwe innovaties om een stuk cybersecurity in de markt neer te zetten. En het hacken, dat wordt steeds grootschaliger. Het is continu aan de gang. Het is niet meer de vraag van ben ik gehackt of word ik gehackt. Nee, wanneer gaat het ook echt gebeuren? En dan heb je toch wel een bedrijf nodig wat dat kan ondersteunen. En dat hebben wij gevonden in Eagle Eye. Deze mensen zijn helemaal from scratch begonnen van er is maar één ding en dat is de cloud. We gaan niks meer lokaal doen met lokale storage, met lokale netwerken, lokale systemen. Alles is gewoon cloud en de camera's kunnen overal staan en die kunnen overal gemanaged worden. En dat als je overnieuw begint met een nieuwe soort architectuur, is dat gewoon interessant. En deze mensen die hebben dat al vaker gedaan. Die hebben al miljarden euro bedrijven. Hè, want Jadien op een gegeven moment had je op bezoek. Hè, van, en die zie je ook, dat is een echte ondernemer. Maar die hebben dus gewoon die cloud systemen gemaakt. En daar gaan we dus ook eens even over praten. Hoe lang denk jij voordat cloud in deze wereld zeg maar groot gaat worden? Want op zich zijn het allemaal installateurs die helemaal geen verstand hebben van IT, maar wel van security. Hoe lang duurt dat voordat dit groot gaat worden? Nou kijk, dit moet gewoon heel groot gaan worden. Want als het niet groot wordt, wordt iedereen gehackt. Dus dit wordt heel groot. En dan zie je in Eagle Eye Security, zie je wel de oplossing. Het zijn de jongens die inventief bezig zijn, die heel serieus bezig zijn. En weten wat cybersecurity betekent. Want iedereen krijgt er dadelijk mee te maken. 14 dagen geleden nog, die jonge dame met dat rode slipje in de slaapkamer. Dat iemand zegt op afstand van, heb je dat gemist? Echt op het nieuws. Van zo, leuk slipje heb je aan. Nou, daar was ze dus niet blij mee. Heeft in alle kranten gestaan en dat is cybersecurity. Je moet het toch niet meemaken dat je buurman even je gordijn open doet. Het schijnt dat inderdaad iets van 30% van alle hacks gaat via camera's. Camera's zijn zo lekker als een zeef. Ja, dat klopt. Tenzij je een goede installateur neemt. Want kijk, we kunnen wel een camera kopen in de markt en lekker naar die prijs kijken om het zo goedkoop mogelijk binnen te halen. Maar een camera in huis halen, doe dat alsjeblieft door een professional. Laat die er naar kijken, want die doet de juiste instellingen voor je. En die zorgt dat je niet zomaar gehackt kan worden en niet zomaar ingebroken kan worden. Ja. Maar het dievengiddel zit niet stil en gaat steeds verder met de ontwikkeling. En daarvoor Eagle Eye, want die gaat ook mee in die ontwikkeling. Ja, en het verschil is dus gewoon, eigenlijk de installateurs zijn gewoon goed in mechanica en dingen tegen de wand aanschroeven en kabeltjes trekken. En qua software, dat is niet hun branche. Nee, maar daar leiden wij ze wel in op. Jawel, maar dat is heel hard werken. Dat is heel hard werken, want dat is een groep mensen die eigenlijk daar niet zeg maar, van natuur is mee opgegroeid. En wat dus ook moet gebeuren is dat de veiligheid in de systemen zelf wordt gestopt. Dat er altijd een VPN zit tussen een camera en zeg maar de cloud oplossing. En dat je eigenlijk gewoon geen fouten meer kunt maken. Want als je altijd mensen moet opleiden om altijd systemen achteraf te beveiligen, gaat altijd mis. Want dan is er op een gegeven moment geen firmware. De firmware wordt niet regelmatig geüpgrade. He, want dat is allemaal gewoon nice to have en dat heb je niet meer nodig totdat je een keertje gehackt wordt. Ja. Dus er moet veel meer in de systemen zelf veiligheid komen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar een installateur mag natuurlijk nooit verwachten van een camera dat die camera het wel even voor hen op gaat lossen. Ze moeten gestuurd worden, ze moeten opgeleid worden. PG is niet een dozenschijver, die plakt niet een postzegel op een doosje en stuurt zomaar even weg. Nee, PG doet wel even iets meer voor die installateur en die zorgt ervoor dat je de juiste opleiding krijgt. De juiste begeleiding. Want ook zo'n kastje waar je levenslange garantie op krijgt, heeft ook net zoals ieder ander kastje zijn onderhoudsbeurt nodig. En zal ook iedere keer gecheckt moeten worden. Dus je installateur die is heel erg belangrijk. Met een kastje van Eagle Eye lossen we niet op dat we geen installateurs meer nodig hebben. Het is geen plug-and-play dingetje. Nooit. In security, daar is altijd aandacht voor nodig. En je hebt altijd die installateur. Ja, die loopt daarin mee. Want daar verdienen we onze boterham toch mee. Nou ja, het gaat inderdaad van kastjes gaat het naar diensten. Uiteindelijk moet je gewoon goede security kunnen leveren. En omdat we veel meer veiligheid nodig hebben, moet de prijs omlaag gaan.
Hey, even kijken, als jij nou naar jouw bedrijf bezig, hoe lang ben je al bezig met het bedrijf? We zitten al 22 jaar in de business. 22 jaar. En hoe op dit ogenblik, hoe snel groeit die business, in welke richting? Nou, laat ik zo zeggen, security groeit natuurlijk heel erg snel, want de wereld wordt een stuk veiliger. Ja. Wordt een stuk veiliger doordat iedereen zich gaat beveiligen. Maar hij wordt ook een stuk onveiliger doordat er ontzettend veel gehackt wordt. En vandaar deze stap. Maar kijken wij nou dat je zegt van jongens, die on-premise systemen, die groeien nog een beetje, maar de cloud gaat met 30-40% per jaar. Of wordt die hele markt zeg maar 5% groter per jaar of 10 of 20? Van welke orde van grootte zitten wij in Nederland? Ja, die cloud is wel heel erg belangrijk. Maar wat ook heel erg belangrijk is, Vincent, en dat moeten we niet vergeten. Cybersecurity, heel erg belangrijk, is een stuk beveiliging. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we hier op de beurs ook laten zien en dat we ook meegeven. Wat kan een camera allemaal? Wat gaat die voor je betekenen? Ik heb dat gezien. We gaan zo meteen in dat seminar om 1 uur. Als je niet kijkt, kom nog even naar de rij toe. Om 1 uur, dan hebben we een zaal met allemaal camera's erin van 1000 euro's. Die als ik het licht helemaal uitdoe, perfect beeld geven. Ja, dat klopt. Perfect beeld. Echt gewoon onvoorstelbaar. He, wat je altijd gewend bent, dat onze ogen veel beter zijn dan camera. He, bijvoorbeeld met die van jou, waar jij nu mee filmt. He, hartstikke duur ding, kost een tonnetje. Maar de ogen zijn eigenlijk veel beter. Maar deze camera's die zijn onvoorstelbaar goed. Zowel qua infrarood als op een gegeven moment met licht en donker. En dat gaan we tijdens dat seminar laten zien. 1 uur in de rij, je kunt gewoon naar binnen. En iedereen die dit kijkt, die moet gewoon even meekomen. Want die demo's die zijn gewoon geweldig. Ja, en het is in kamer 208. Dus als je de rij binnenkomt, de roltrap op naar boven, gelijk rechtsom. Je ziet de borden van PG. Je bent hartelijk welkom in onze Night Vision Room. Ja, je ziet allemaal vrouwen in rode pakjes, in rode jurkjes, die allemaal gewoon daarheen zeg maar wijzen. Dus dat gaat helemaal goed. Ja, oké, succes. Nou, dit was dus even de rondleiding. Hey, dit was even de rondleiding van de stand. Echt leuk spul, goed. Ook een beetje de geschiedenis van het bedrijf. Hartstikke goed gedaan, Peter. Ja, top. Ik hoop dat je snel doorgroeit naar de 100 man en Nederland veiliger maakt. Ben je de volgende keer weer bij? Hey, volgende keer zijn we er weer. Oké, ik hou me eraan vast, hè. Groetjes, tot ziens, doei.